Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van maandag 14 mei. De dag begint op veel plaatsen grijs door mist en nevel, maar die lost in de loop van de ochtend op. Het is dan 16 tot 19 graden bij een zwak tot matige Noordoostenwind. Die wind neemt wel wat toe in de loop van de dag en wordt aan de kust soms vrij krachtig. Vanmiddag lopen de temperaturen op naar zomerse 24 tot 26 graden. In het binnenland kan het zelfs lokaal 27 graden worden. In de loop van de middag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en vanavond en vannacht is het dan ook helder. De minima vannacht liggen rond 11 tot 13 graden en er is dan wel lokaal een ondiepe mistbank mogelijk. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag ontstaat er steeds meer bewolking, vooral in het oosten en zuidoosten. Met 22 tot 24 graden is het wel iets minder warm dan vandaag. Woensdag slaat het weer om, dan draait de wind naar het noorden, wordt vrij krachtig en brengt koele lucht naar ons land. Het wordt ook wisselvalliger met vooral woensdag regelmatig een bui. Donderdag en vrijdag worden de koelste dagen van de week met slechts 12 tot 15 graden. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.